Welkom bij ons allemaal video. Ik ben hier vandaag met een hele leuke video. Ik heb namelijk de Nails Ink Paint in a Can bij me. We zagen op internet super veel video's over voorbij komen waarin mensen dit uitproberen. Het idee is dat je dit op je nagels kan spuiten en dat je zeg maar de rest eraf kunt wassen. Het zou heel veel sneller, makkelijker moeten zijn. Maar is het ook zo? We zijn heel erg benieuwd of wij net zo enthousiast zijn als de rest van het internet. En de eerste stap die we gaan doen is een base coat aanbrengen. Het idee van deze nagellak is dus dat je niet meer hoeft te lakken. Maar zoals je ziet moet je eigenlijk nog wel lakken. Dus als dit niet je sterkste punt is, dan maakt het niet heel veel verschil. Je moet spuiten vanaf 10 tot 15 centimeter afstand. En je moet even goed schudden van tevoren. Dit is ronde 1. So far, not so good. En het ziet er een beetje brokkelig uit ook. Ik heb wel het idee dat hij nu meer dekt dan eerst. Ik ga het nu nog eventjes afmaken, weer met een topcoat, om te zorgen dat het op mijn nagel blijft zitten. Dit is het resultaat. Ik heb een beetje water met een beetje dreft. Ik weet niet of het warm of koud moet zijn, maar dit is koud en ik hoop dat ik het er nu vanaf krijg. Maar laat ze eerst niet los. Laat het los, laat het los. Ik hou het echt niet meer uit. Stuck on. Oké, we hebben even warm water gepakt. Poging 2. Oh nee. Ik krijg het er dus niet af. Ja, je moet het er gewoon zo af kunnen halen, zeg maar. Serieus, niet heel veel vertrouwen hierin. Oké, dit was dus de tutorial over de Nails Ink Paint in a Can. Ik moet zeggen, dit was echt een dikke fail, want het zit nog steeds overal. En ik heb echt met een schuurspons moeten boenen om het er allemaal af te krijgen. Dus je kunt het proberen. Misschien heb ik iets ongelooflijk verkeerd gedaan, maar ik moet zeggen, voor wat dit resultaat betreft ben ik niet om. Ik denk niet dat ik het nog een keertje ga doen. Het is sowieso niet sneller, niet makkelijker en het is echt mega messy. Dus nee, dikke fail. Maar goed, mocht je dit leuk vinden om te kijken, doe dan je duimpjes omhoog. Je kunt hieronder abonneren voor meer van zulke tutorials. En voor nu, tot de volgende keer. Doeg!